als je dan zo zegt, ik neem echt mezelf mee. En ik, het is heel erg mijn eigen leven, mijn eigen interesse. Ik ben het. Je krijgt mij helemaal, is eigenlijk wat je zegt. Of in ieder geval een deel van mij helemaal. Hoe maak je dan nog het onderscheid tussen, dit is mijn werk en hier stopt het en daar gaat mijn privéleven door? Of loopt dat altijd door? En is dat ook wat je, daar komen we straks op hè, de berichten die je hoort van influencers vallen om, gaan continu door. Amanda, heb jij wel eens vakantie of zo? Of iets wat je niet vastlegt? Of iets wat je gewoon lekker voor jezelf? Nee, het is echt 24/7 ben ik soort van aan. Soms is dat best wel vermoeiend, maar ik vind aan de andere kant ook weer heel erg leuk. Ik vind het heel moeilijk om daar onderscheid in te maken met privéleven. En mijn vriend zegt ook wel eens van, nou, zullen we alsjeblieft even die telefoon wegdoen? Of we waren vorige maand in Griekenland. En hij werd echt super moe van mij soms. Want hij dacht van, oh, moet ik weer foto's maken? Wat een gedoe. Hoe gaat dat dan? Hoe gaat zo'n dag? Je bent continu content aan het creëren eigenlijk. Ja, hoe ziet dat er dan uit? Nou, een voorbeeld. Ik was van de week aan het shooten in mijn huis. Ik bouw mijn huis vaak om, ook voor mijn eigen shoots. En dan komt er een pakketje binnen. En het waren dan macarons. En dan zeg ik gelijk tegen die meiden van, oh, eerst even een foto maken voordat we het gaan eten. En dan zeggen ze ook van, oh ja, maar dat zit er zo vanzelfsprekend zit er gewoon in. Dat je overal foto's altijd van maakt voordat je het aanraakt. Voordat je het, voordat je er iets mee gaat doen. Of misschien niet eens gaat opeten. Dat is dan een voorbeeld met eten dan. Maar zo'n dag van content maken is, ja, het is gewoon heel hard werken. Het is niet van, oh, even klik een foto en het is klaar. Ik denk heel lang na over, wat wordt mijn make-up look? Hoe ga ik mijn haar doen? Welke tint roze vandaag? Wat wordt mijn achtergrond? Hoe ga ik het editen? Welke muziek? Wanneer ga ik het posten? Wat wordt de tekst? En kan ik soms met een foto kan ik soms wel 2-3 dagen bezig zijn. En dat is best wel veel werk soms. Maar ik vind het zo leuk om te doen. Dat ik denk van ja, ik word er heel blij van. Maar dat is ongelooflijk intensief. Helpt iemand je daarbij om die keuze te maken? Want je zegt, ik moet over al die dingen moet ik beslissingen nemen. Doe je dat vanuit je eigen gut feeling, intuïtie of ervaring inmiddels? Of is er ook iemand die je daarbij helpt of die je daar om advies kan vragen van, wat moet ik hier nou mee? Of op welke angle kies ik letterlijk en figuurlijk? Welke hoek, welke richting ga ik op daarmee? Ik heb altijd wel een hele sterke eigen wil. En ik weet al precies altijd wat ik wil. En ik heb inmiddels wel een team omheen gevormd die mij heel goed snapt. En ik heb een vaste make-up artist en een vaste fotograaf. En zij weten allebei precies wat ik mooi vind. En zij denken heel erg mee. Maar ja, soms word ik gewoon wakker met een idee. En dan denk ik, oh, dit is precies hoe ik het wil voor deze campagne. Of deze outfit wil ik super graag daar en daar shooten. Maar ik heb wel versterking. Ja, ik heb wel een glitzy squad om me heen. Ja, dat is ook iets wat is ontstaan, kan ik me voorstellen. Want je geeft aan, het is hartstikke veel werk. Mm-hmm. En jij, Larissa, hoe doe jij dat? We zagen net een aantal prachtige posts van jou. Je bent ook vlogger daarbij, dus daar komen we ook nog op. Jij maakt geen vlogs. Je zit wel in vlogs van anderen, maar je maakt geen eigen vlogs. En jij, Larissa, jij maakt echt een weekvlog, hè? Klopt. Inmiddels maak ik niet meer zo vaak vlogs. Ik kan me heel goed herkennen ook trouwens in wat Amanda zegt. Het is inderdaad zo dat als je, kijk, ik doe dus ook inderdaad reisvlogs maak ik dan nog wel trouwens. Of überhaupt wanneer ik op reis ben of wat ik dan ook aan het doen ben, maak ik vaak wel of videomateriaal of fotomateriaal. En dan heb je nog verschillende formats. Dus je doet het, horizontaal, verticaal. Het moet alle kanten op, moet het gefotografeerd worden. Dus ik kan me er heel goed in vinden wat zij zegt, dat je dan in principe altijd aanstaat. Zelfs op een vakantie. Ik zelf ben mezelf daar wel in tegengekomen dat ik op een gegeven moment ergens op een of andere rooftop stond bij een zwembad en dat ik dacht, oh, ik zou zo graag dat zwembad ingaan. Maar ik stond daar weer klaar met mijn tripod, want ik was in mijn eentje aan het reizen. En ik zag mensen zwemmen en ik stond weer te wachten tot ze in die hoek waren, want dan kwamen ze niet op beeld. En ja, inderdaad, dat was wel zo'n moment dat ik dacht, wat ben ik hier nou aan het doen? Dit is helemaal niet wat ik hier wil doen. Dus voor mij was dat wel een moment dat ik dacht van, nou, ga ik dit nog steeds zo blijven volhouden? Of wil ik hierin toch een stapje terug doen? En ik heb daarin wel een stapje teruggenomen. Dus ik vind het echt heel belangrijk dat als ik bijvoorbeeld op reis ben, of wat ik ook aan het doen ben, ook momenten met vrienden en familie, dat ik daarin echt wel in het moment leef. In plaats van alleen maar door mijn camera lens. Dus je kijkt niet op die momenten toch, soms stiekem onbewust, zonder dat je het misschien wil, wat Amanda beschrijft, continu van,
Oké, is dit leuk om vast te leggen? Ik kan het niet zien. Ik kan het niet meer zien. Want nee, absoluut niet. Nee, een palmboom en een mooie deur, dat is een foto. Absoluut. Sorry. Maar weet je wat het is? Dan heb ik wel zoiets van, oké, ik maak die foto, maar dit is de outfit en daarna ga ik wel genieten. Dus ik wil niet dan ook nog, ja, dat doe jij vast ook. En dat is wel iets waar je echt zelf, dat wat je zelf moet bewaken, zeg maar. Want anders dan is de volgende palmboom ook weer een fotomoment en dat hoeft niet. Ja, dan heb je ook oneindig veel content en dan word je ook gek als je foto's moet uitzoeken. En wat sowieso heel leuk is om te doen, ik vind editen heel rustgevend op een of andere manier. Maar als je filmrol helemaal vol staat met één outfit, uiteindelijk ga je er maar één posten. Nee, precies. En dan... Dus ik heb daarin wel wat grenzen gesteld voor mezelf. Ik denk dat dat heel belangrijk is geweest. Maar anders dan zou je inderdaad echt constant aanstaan. Ik zal je iets grappigs vertellen. Wij zitten nu hier. En ik zat aan het begin hiervan, dat ik altijd denk, oké, wie heeft nou echt de perfecte plek om voor ons even een foto te maken? Dus ik weet niet wie zich aanbiedt, maar dit is dus wel echt typisch iets wat gewoon eigenlijk altijd wel aanstaat. Van waar vandaan wil ik nu eigenlijk een foto of een video? En daarna is het wel voor mij af, hè? Is het wel klaar. Want dan ga ik daar niet meer mee bezig zijn. Maar ja, het hoort er denk ik gewoon bij. Het is wel 365 dagen per jaar. Kerstdagen, verjaardagen. Oh nee, ik ga echt wel eens een weekje af of een paar dagen. Of zo. Jij, Amanda? Of ik offline ben soms? Mm-hmm. Nee. Nee. Nee, het is... Is dat iets wat je zou willen misschien in de toekomst? Ik zit er... Ja, sinds mijn vakantie dus vorige maand dacht ik wel van... Ja, oké, het gaat soms wel echt te ver. En dan dat sluipt er dan onbewust in dat je eigenlijk alles door een kader ziet. Want zelfs als ik mijn huis opruim, kijk ik via mijn telefoon of het mooi is opgeruimd. Dat ik echt denk, wow, dit gaat echt heel ver. Ja, dit is buiten beeld, maakt niet uit. Dan. Ik kan het soms gewoon niet meer in het echt zien. Dat nee. Ik gewoon denk van, moet ik echt alles door een telefoon bekijken? Dat is echt een beetje eng wordt dat bijna. Ja. Dus ik ben daar nu wel heel erg over aan nadenken van... Oké, hoe ga ik een betere structuur aanbrengen met offline zijn? En wanneer ben ik online? Maar het is gewoon wat jij zegt. Als ik ergens ben en ik zie een roze moment... dan moet ik daar natuurlijk een foto. Maar dat is natuurlijk ook wel... Ja, dat moet. Maar logisch, ja. Het hoort er wel bij. Ik denk dat is natuurlijk ook je werk. Dus, ja, het is je werk. En er komt ook heel veel vrijheid bij kijken, hoor. Ik wil nu een soort van de andere kant laten zien. Vertel. Ja, want hoe ziet natuurlijk ook heel veel vrijheid bij kijken. Nou, sowieso ervaar ik heel veel vrijheid in het kunnen creëren wat ik mooi vind. Nogmaals, mijn stukje van mezelf jouw ergens wereld, inzetten. Eigenlijk. Ja, mijn wereld. En daarnaast ook, ik heb bijvoorbeeld ook wel eens persreisjes. Ik kan altijd gaan. Niemand die mij vertelt dat ik geen verlof krijg. Ik kan gaan en ik ga. En natuurlijk ben ik dan wel weer aan het werk, zeker als het een persreis is. Maar ja, ik bewaak dus echt wel die momenten waarop ik ook even voor mezelf ergens ga zitten, genieten, een momentje. Ervaar jij ook vrijheid? Ja, heel erg. Ik heb heel lang een vaste baan gehad als modestyliste. En dat was superleuk, superveel geleerd, maar... ik ben nu 3 jaar helemaal voor mezelf begonnen. En dan denk ik, oh, wat heerlijk, die vrijheid. Inderdaad, ik kan gaan en staan waar ik wil. Alleen het is... Ja, je hebt ook zo'n meme toch van... eerder werkte ik van 9 tot 5, nu werk ik 24/7. Dus dat is het wel echt. Maar het geeft zo... Ja, het geeft inderdaad vrijheid. Het levert heel veel op. Je ontmoet superveel leuke mensen. Je komt op plekken waar je normaal niet komt. En dat, ja, dat weegt wel... Dat, ja. Weegt elkaar wel uit, ja. Ja. Nazi, ik ben wel benieuwd wat jouw rol is. Hoe zou jij jouw rol hierin beschrijven? De dames zeggen allebei, Larissa en Amanda zeggen allebei... we zijn heel vrij, we doen wat we zelf willen. Toch kom ook jij om de hoek kijken met merken die willen samenwerken. Of geef je ook nog op een andere manier richting? Hoe geef jij volgens naar jouw eigen idee richting aan? Bijvoorbeeld Amanda. Ja, ik denk dat richting geven niet het juiste woord is eigenlijk hier. Want... Ja, wij proberen eigenlijk als onfluence zijnde met mijn bedrijf, en daar sta ik ook zelf ook achter, om alleen samenwerkingen aan te gaan waar we zelf in geloven. Als we denken van oké, dit is een bedrijf die heeft bepaalde doelstellingen. Die wil bijvoorbeeld meer verkopen of meer bekendheid in Amsterdam of meer donaties of gewoon meer gezien worden. Dat kan ook een maatschappelijke thema zijn. We hebben verschillende campagnes daarin gedaan. Dan kijk ik altijd eerst van, hè, kunnen wij dit zelf aan? Geloven wij hier zelf in? En dan is het ook de tweede stap om influencers te vinden die daar ook in geloven. En dat is dus het allerbelangrijkste.
dat we influencers vinden die, ja, die een perfecte match eigenlijk vormen. En daarbij ook bij de content die ze maken, hebben ze ook een grote vrijheid. Want als ik nu tegen Amanda zou zeggen van, goh, ik heb een toffe campagne voor je, of aan Larissa, en dit is hoe je het precies zou moeten doen, dan verschilt het niet heel veel van een normaal reclamespotje. De kracht is juist, en daar hebben Larissa en Amanda net al best wel veel over verteld. Ze proberen authentiek te zijn in de content die ze maken. Dat mensen inspireren of enthousiasmeren om iets te doen. Of ze komen toevallig ergens achter, een leuk hotspotje bijvoorbeeld, waar ze kunnen eten of op vakantie kunnen gaan. En dat is ook de reden waarom mensen hun volgen. En dus in de richting, zeg maar, ons rol als zeg maar de businesskant van influencer marketing. Wij komen met bijvoorbeeld een content briefing, als het echt heel qua deliverable, zeg maar. We hebben dan een content briefing waarin staat wat wij willen met de campagne. Maar de influencer is wel vrij om daar eigen invulling in te geven. Sterker nog, wat ik altijd probeer te doen is om aan te geven van, kijk, dit zijn de talking points. Dit is belangrijk dat je dit benoemt tijdens een campagne bijvoorbeeld voor een merk. Maar geef er alsjeblieft je eigen draai aan, want anders werkt het niet. Dan heeft het ook heel weinig waarde. En ik denk dat je dan ook influencers tekort doet door te zeggen van, dit is precies hoe je het zou moeten doen. Dus wij geven daar heel veel vrijheid in. Tenminste, dat denk ik, Amanda. Ja, nee, dat klopt. Nee, absoluut. Ik zat te denken, als ik inderdaad een hele strikte briefing krijg van een merk, dan wil ik het eigenlijk niet doen. Nee? Nee, want dan denk ik van, ja, dan kan je beter gewoon een model boeken en dan dat met haar gaan doen. En ik vind juist leuk, dat is het leuk, hele leuke aan het hele vak, dat je alles helemaal van A tot Z zelf mag bedenken. Niemand gaat zeggen, nee, dat mag niet of dat kan niet. Tuurlijk heb je wel bepaalde do's en don'ts, maar dat is logisch.